De leider na de korte kuur. Takehito Mura, ja, Japan in kunstschaatsen, wat een bizar hoog niveau. Hij misstaat bij eigenlijk geen enkel internationaal toernooi, maar bij de spelers zit hij er niet bij. En dat heeft alles te maken met het hoge niveau van een Hanyu en Mashida. Takahashi, die weliswaar niet bij de eerste drie eindigde bij het Japans kampioenschap, maar vanwege zijn naam en zijn kwaliteiten alsnog de voorkeur heeft gekregen boven Kozuka, die we later nog in actie gaan zien. Mura opent goed met een viervoudige toeloop. Combinatie, drievoudige loets, drievoudige toe. Drievoudige axel, dubbel toe loop. Hij is op dreef. Tweede prachtige drievoudige axel. Drievoudige loets met een klein huppeltje erachteraan. Wat eigenlijk een rietberger was. Waarmee het een combinatie werd. Ja, dan gaat nu een beetje rommelen. Takahito Mura. Zwakke landing na die drievoudige Salchow. Maar het is goed dat hij daar geen combinatie meer achter deed. Want hij heeft er al drie gedaan door die slip-up na de loets. Thank you.
Ja, de leider van het klassement na de korte kuur heeft gevochten voor wat hij waard was. Steengoede kuur met dus een prachtige viervoudige toeloop. Er kwamen twee kleine schoonheidsfoutjes aan het eind. Maar goed, dat zijn kleine minnetjes in de uitvoering. Misschien minneentjes van de jury bij die laatste twee sprongelementen. Maar voor de rest zat alles erin. Dat zijn grote uitdagers, die moeten nog komen. Alhoewel, Doornbusch die hebben we gehad, die stond tweede na de korte kuur. Maar die heeft hij weggevaagd, deze Mora. En we zien hier het bewijs bij de technische score linksboven in uw beeld. 10 punten, maar liefst al meer dan de leider in het klassement tot nu toe. Wie is de leider tot nu toe? Dat is de score van, ik denk van Dennis Ten nog altijd. Ja. Want die ging Doornbusch natuurlijk voorbij. Die ging Doornbusch voorbij. Die staat aan kop momenteel. Hier in de slow-mo. Viervoudige toeloop en deze tweede sprong. Drievoudig loets met drievoudig toeloop. En die Japanse mannen die kunnen zo gemakkelijk springen. Ik verwonder me telkens weer. Dit is gewoon de, wat was die? Nummer zes uit Japan. Een dramatisch Grand Prix seizoen gehad. Maar lijkt toch beter te worden naarmate het seizoen vordert. Dan ben ik toch wel bang dat dit het enige internationaal toernooi is waar we dit jaar gaan tegenkomen. Ja, want ze hebben ook nog Nobunari Oda. Die ook niet op het podium eindigde. Japans kampioenschap, maar ja, die is al op leeftijd. Die is volgens mij direct gestopt na de Japanse kampioenschappen. Toen bleek dat hij dus geen ticket gewonnen had voor Sochi. Hier in beeld de drievoudige Rietberger. Ja, de Japanse bond die het ook moeilijk heeft gehad. Met de selectie, de Olympische selectie, want wat doe je dan met een Takahashi, hè? Daisuke Takahashi die faalde op het Japanse kampioenschap. En die ze gelukkig toch sturen naar Sochi. En die verdedigt daar een zilveren medaille, een Olympische zilveren medaille. Ja, dat hij zijn leiding vast gaat houden. Dat is zeker, maar is het goed genoeg om een Nansong en een Kozuka, de twee laatste uitdagers die nog over zijn, om die voor te houden? Daar zal hij nog zo'n kwartier geduld voor moeten hebben. Maar die 158,35 is zeer behoorlijk hoor. Daarmee benadert hij zijn persoonlijk record van vorig jaar tijdens het WK. Precies het best. Die is dus over het totaalscore, over de totaalscore. Kort in de vrije kuur. Ik zei al, de lat die lag niet al te hoog door een dramatisch